Ajax onder 19 de nummer 2 tegen Sparta onder 19 de nummer 4 op de ranglijst. Het begin van een mooie, spannende week voor Ajax onder 19. Het team van John Heitinga. Volgende week zaterdag de uitwedstrijd tegen Feyenoord, de klassieker. En dinsdag de Youth League wedstrijd in Lyon tegen Olympique. Maar eerst hier deze wedstrijd tegen Sparta. Brian Brobbey houdt de bal goed vast en wacht op aansluiting van Saladin. Kenneth Taylor. Nog steeds de middenvelder met de voorzet en de kopbal en het doelpunt van Victor Jensen. Uitstekend ingekopt. Victor Timmers kansloos en Ajax leidt na een kleine 10 minuten met 1-0 door een doelpunt van Victor Jensen. Kenneth Taylor met de hoekschop. Veel effect en de kopbal van Saladin. Heel gevaarlijk. Die indraaiende ballen. Brobbey. De bal weer voor Sparta. Daar de paas op Roy van Beek. Roy van Beek, Elmas goed uit zijn doel. Jurjen Timmer en de opening op Saladin. En weggewerkt, maar dan Univar pikt hem op. Univar nog steeds. Op Timber. Timber schiet en Timber slaat de bal door zijn handen glippen. En dan staat het 2-0. Jurjen Timber mee naar voren gekomen. Schiet. Timmers kan de bal niet vasthouden en ziet hem tot zijn eigen verbijstering over hem heen gaan in het net. En weer Ajax weg. Timber met de voorzet op Brobbey. De kans voor Brobbey en de redding van Timmers. Nog een keer Brobbey en het blok. Slechts een hoekschop. En Doesburg, Univar met een Zidane. Daar heeft hij een patent op. Victor Jensen. Op Univar. Naar Univar. Univar, mooi paasje op Brian Brobbey. Brian Brobbey weg. Brobbey en scoort de 3-0. Brian Brobbey werd weggestuurd door Univar. En de spits keek en schoof de bal langs Timmers. En in de slotfase van de eerste helft komt Ajax op 3-0. Doesburg. En daar het schot. Elmas met de redding. Krijgt er net nog een vuist tegenaan. Het schot was van Roy van Beek. En Ajax weg. Niklas Kuhn. Met de kans. Wacht te lang. En raakt daar doelman Timmers. Iedereen dacht al aan de 4-0. Niklas Kuhn baalt. Univar, veel ruimte en dan de steekbal op Brobbey. Brian Brobbey en de redding. En dan Kuhn misschien. In tweede instantie Kuhn, maar schiet de bal daar tegen Drakpé op. Opnieuw een goede mogelijkheid voor Ajax. En weer de ploeg met Saladin. Saladin met de voorzet op Brobbey en die mist de bal. Brian Brobbey, wat een kans. Maar het gevaar nog niet geweken, de voorzet. En Kenneth Taylor schiet. Taylor schiet en de redding van Timmers. Een belegering van het doel van Sparta. Kuhn. Taylor. Op Brobbey. Daar de voorzet en het doelpunt van Jensen. 4-0. Uitstekend uitgespeeld. De voorzet. Van Terrence Douglas mee naar voren gekomen. Zag daar Jensen helemaal vrij. Tweede treffer van Victor Jensen. De hoekschop. Heel veel effect. De kopbal en de redding van Elmas. Tarik Dilrussen met de kopbal. Sparta dicht bij het doelpunt. Douglas opent op Medi. Eros Medi. Medi
draait om zijn eigen as langs de man heen. Eros Medi, de voorzet en het doelpunt. Ja hoor. Prima uitgespeeld en Douglas is de man. Terrence Douglas, de invaller, de verdediger, rond deze goede aanval af. Mooie afsluiting van deze wedstrijd. En dan fluit scheidsrechter Van Hal deze wedstrijd af. Ajax wint met 5-0. Klinkende overwinning. 5-0. Een prima generale voor de Youth League wedstrijd. Komende dinsdag tegen Olympique Lyon.